De koploper Vitesse en de nummer 2 Ajax. Slechts één punt verschil. Daar de uitbraak van Vitesse. Lange bal op Darnell Hol. Hij speelt de bal iets te ver van Schuit. Krijgt dan toch nog de kans. De kans voor Hol. Maar het is Kelvin Ratie die op tijd uit zijn doel is. Een goede mogelijkheid van Vitesse. Maar prima gekipt door Kelvin Ratie. Een hele mooie paas van Univar op Dylan Hoogwerf. Dylan Hoogwerf met de kans. Hoogwerf en de redding van Vroeling op de lat. En dan, nee, naast. Wat was Ajax dicht bij een doelpunt? Van Duivenbode of Cornelissen? Van Duivenbode schiet en scoort. Simon van Duivenbode brengt Vitesse op voorsprong na ruim 25 minuten. Saledi met de ingooi. Dylan Hoogwerf. Mooi erlangs. Dylan Hoogewerf. Nog steeds het schot. En Vroeling. Met de vuist in de korte hoek. Een verrassende poging van Dylan Hoogewerf. Hoekschop voor Vitesse. Enzo Cornelis achter de bal. Strakke corner. Kopbal. En het doelpunt. 0-2. Het is Divine Rens die de bal van richting verandert. De kopbal van Tier. Melano Tier. En Vitesse leidt met 2-0. Univar. Korte combinaties. Donny Warmdam legt de bal klaar voor Univar. Univar kan schieten. Univar schiet. Schiet over de redding. Prima poging van Nadje Univar. En een goede redding van Vroeling. Warmdam op Nadje Univar. Die heeft een paar meters. Univar een steekbal op Hoogwerf. Hoogwerf schiet. En de redding van Vroeling. Een heerlijke aanval van Ajax. Ajax haalt alles uit de kast om terug in de wedstrijd te komen. Omschakelen, zegt Donny Warmdam, de captain. Daar de bal op Van Duivenbode. De kans voor Van Duivenbode en die gaat net naast. Levensgrote kans van Vitesse. Univar op Hoogewerf. Hoogewerf legt de bal klaar. Regeer schiet. Het schot wordt gesmoord. En Hoogewerf pikt op. Hoogewerf schiet. Hoogewerf. Oh ho! Ja, het scheelt helemaal niets. Jury Regeer, waar zijn de lopende mensen? Dylan Hoogwerf en Univar. Univar ziet daar Max de Waal. Nee, Donny Warmdam. Donny Warmdam met de voorzet en net iets te hoog voor Regeer. Net iets te hoog. Dylan Hoogwerf in balbezit. En het schot daar en de, op de paal. Het schot van Nadje Univar. Nadje Univar met een geweldige pegel op de paal. En het spel gaat verder. Max de Waal, het schot en het doelpunt. Ja hoor, het doelpunt van Max de Waal. Een droge knal. Niet al te hard, maar wel precies in de hoek. Daar een riskant balletje, loopt goed af, Aksiet. En Ajax met Nadje Univar. Univar met de steekbal op Max de Waal. Max de Waal, doelpunt. 2-2. Geweldige paas van Nadje Univar en Max de Waal. Scoort zijn tweede treffer en Ajax op gelijke hoogte. En daar Bui die de bal niet goed raakt en Nadje Univar op Hoogewerf. Hoogewerf met links, Hoogewerf en dat scheelt niets. Dylan Hoogewerf, Voeling stond als versteend op zijn lijn. Max de Waal. Max de Waal nog steeds. Max de Waal opent daar. En het schot van Regeer. De voorzet, de kopbal. Maar recht in de handen van Vroeling. En dan Van Duivenbode op Manhoef. Manhoef in duel met Rens. Divine Rens nog steeds voor Manhoef. Die kijkt goed om zich heen. Nog steeds in balzit. Manhoef en voorlangs. Divine Range. Kan Ajax nog één keer naar voren gaan? Nog één keer een kans creëren. Daar is het Hossein Zamani. Hossein Zamani. Zamani met de voorzet. Kom op Univar op de lat. En het doelpunt. Nadje Univar scoort. Wat een feest. En Ajax onder 17. Gek van geluk. Nadje Univar scoort in de slotfase van de wedstrijd. Wat een ontknoping. Wat een spektakel. En wat levert Ajax hier een kunststuk af door een 0-2 achterstand om te buigen naar een 3-2 voorsprong. Daar een verre ingooi richting Van Duivenbode. Vitesse dan met het schot en net naast.
Het is Kelvin Bui met de open schietkans. En de bal gaat via een verdediger van Ajax naast. En dan zit de wedstrijd erop. En is Ajax de winnaar van deze enerverende topper.